Vandaag heeft Kamervoorzitter Bergkamp gesproken met fractievoorzitters, lijsttrekkers. En naar aanleiding van die gesprekken heeft zij mij gevraagd om een verkenning uit te voeren met het oog op het komende Kamerdebat. Het is een eer om deze verkenning te mogen uitvoeren. Ik ben me ervan bewust dat dit geen eenvoudige opdracht is. De verkiezingsuitslag is complex. De zetelverhoudingen zijn fors gewijzigd. Het wordt voor iedereen weer wennen om uit de campagnestand te komen. Dat vraagt echt iets van partijen. Het stof moet even neerdalen. Even een moment van bezinning. Tegelijkertijd stel ik vast dat zowel in de politiek als in de samenleving een groot gevoel van urgentie is om vaart te maken met de vorming van een kabinet. Ik ga dan ook direct aan de slag. Dat betekent dit weekend inlezen en vanaf maandag afzonderlijke gesprekken voeren met alle fractievoorzitters die zitting gaan nemen in de nieuw gekozen Tweede Kamer. Die gesprekken ga ik voeren in volgorde van de verkiezingsuitslag. Te beginnen met de grootste partij. Afhankelijk van het verloop van die gesprekken zal ik bezien hoe verder te handelen. Wellicht is in een aantal gevallen een vervolggesprek nodig. Het is uiteraard te vroeg om daar nu al op vooruit te lopen. De uitkomst van deze gesprekken krijgt zijn weerslag in een rapportage die ik tijdig voor het Kamerdebat aan de Kamervoorzitter zal aanbieden. Ik kan me voorstellen dat u vragen hebt en voor zover ik die in deze fase kan beantwoorden, zal ik dat graag doen. Dank u wel. Wat een uitnodiging voor de eerste vraag voor de NOS, daarna één vandaag. Meneer Van Strien, uw partijleider Geert Wilders heeft een voorkeurscoalitie uitgesproken met VVD, BBB en NSC. Is dat ook de coalitie die u als eerste wil onderzoeken? Ik ga eerst alle fractievoorzitters vragen, alle lijsttrekkers vragen, wat hun visie is op deze verkiezingsuitslag en wat er naar hun mening zal moeten gebeuren. Dat betekent dat ik niet op voorhand gelijk met één specifieke coalitie begin. Dat zou in de loop van het gesprek een gevolg kunnen zijn, maar het is niet zo dat ik daar nu op voorhand al iets over kan zeggen. U heeft de Eerste Kamer een nep-parlement genoemd. Kunnen politici van andere partijen u nog wel serieus nemen en neemt u hen eigenlijk wel serieus? Ik weet niet waar u dat vandaan heeft, maar ik lijkt mij in ieder geval in dit geval ook weinig relevant. Ik ben door de Tweede Kamervoorzitter gevraagd om deze opdracht uit te voeren en dat doe ik heel graag. Nou, ik heb dit uit publicaties in de pers, ik ben er zelf niet bij geweest, maar heeft u dat gezegd? U bent er zelf niet bij geweest. Oké, dan zou ik toch maar een keertje goed nazien in de notulen. U heeft het niet gezegd? Ik zou maar nazien in de notulen. U heeft het niet gezegd? Einde. Nou, het is een hele simpele vraag. Heeft u het is een heel simpele gezegd? Vraag. Ik kan het me niet voorstellen. Oké, nou dan zal die publicatie verkeerd zijn, dus andere politici kunnen dus op een open manier door u tegemoet getreden worden. Dat zullen ze zeker. Ja. En wat hoopt u in dit proces naar buiten te krijgen? Wat hoopt u los te krijgen? Want het is natuurlijk toch een uitslag die bij sommige partijen veel weerstand oproept. Hoe gaat u daarmee om? Ja, dat is juist een hele moeilijke zaak. Van hoe ga ik daarmee om? Het is vooral natuurlijk aan de fractievoorzitters om te duiden wat er met deze verkiezingsuitslag moet gebeuren. En het is aan een verkenner om dat te inventariseren. Nog niet zozeer, kijk, een volgende taak bij een informateur, die zal daar veel meer een opvatting over hebben. Maar in deze fase praten we over verkenning. Ja. En daar moet natuurlijk een opdracht uit voortkomen voor een eventuele informateur. En die zal natuurlijk een gerichtere boodschap krijgen. Correct. Maar een eerste verkenning van de uitslag leert natuurlijk dat er wel degelijk een duidelijke richting uit de verkiezingsuitslag te lezen valt. Die ga ik dan ongetwijfeld horen van de lijsttrekkers. De Tweede Kamer had gevraagd om een verkenner met enige afstand van de politiek. Bent u dat? Heeft u dat? Kijk, iedere Nederlander heeft een zekere mening, een politieke opvatting. Ik ben 12 jaar lid van de Eerste Kamer. De Eerste Kamer staat er om toch bekend dat daar
mensen die daar zitten een zekere afstand hebben tot de politiek. Er komt bij dat ik al jarenlang geen enkele nevenfunctie daarbij heb. Dus je kunt ervan uitgaan dat ik een voldoende afstand heb van de politiek of kan nemen om deze opdracht tot een succes te maken, hoop ik. We gaan het zien, dank u wel. We gaan naar één vandaag. Waarom is de PVV bij u uitgekomen? Weet u dat? Nee. U heeft niet gevraagd waarom ik? Nee, dat weet ik niet. Ik denk omdat er een zekere geschiktheid gevonden werd in mijn persoon. Ik kan dat die vraag gewoon simpelweg niet anders beantwoorden. Oké, want de spoeling is dun binnen de PVV als het gaat om ervaren bestuurders en mensen die inmiddels op afstand staan van de politiek. En daarom bent u als eerste Kamerlid dan een van de weinige mensen die hiervoor geschikt zou zijn binnen de partij? Nou, dat geloof ik niet. U gaat ook al uit van een vooronderstelling die ik niet kan onderschrijven. Okay. Dat de spoeling dun zou zijn. Dan even vraag, mijn collega heeft hem al gesteld, ik stel hem even anders, maar ik denk een beetje hetzelfde. Maar er is ook vanuit de andere, er is vanuit bepaalde partijen al kritiek gekomen dat u niet op voldoende afstand staat van de politiek als Eerste Kamerlid. Wat zegt u daarop? Dat is mij niet bekend. Het is mij alleen geworden dat de fractievoorzitter van DENK bezwaren heeft gemaakt, maar... Van de andere fractievoorzitters, lijsttrekkers, is mij dat absoluut niet bekend. Ik heb ook begrepen dat die zelfs mijn voordracht zonder meer hebben ondersteund. Nou, ze hebben uw voordracht wel gesteund. DENK stemde inderdaad als enige tegen. Maar zonder meer waren wel wat vragen over uw politieke onafhankelijkheid. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat er in zo'n gesprek vragen geweest zijn. Maar ik heb dat gesprek niet bijgewoond. Dus ik kan daar verder weinig over zeggen, maar ik kan me moeilijk voorstellen dat een politicus uit de Tweede Kamer geen vragen zou hebben bij zo'n voorstel. Dank u wel. We gaan naar RTL, dan SBS en dan naar Rij 2. Ja, één vraag eigenlijk. De VVD heeft vanochtend al aangegeven dat de partij niet in het kabinet wil. Maakt dat uw taak extra moeilijk? Ik heb gezegd, ik begin volgende week. Als dat zo is, dan hoor ik dat volgende week van mevrouw Jesselgus, hoe zij daarover denkt. Ja, dus dat was vandaag al in het nieuws. Dus daar kan ik nu nog niet op ingaan. Ik hoor dat volgende week van mevrouw Jesselgus, hoe dat zij daar tegenaan kijkt. En dan zullen we kijken wat we daarmee moeten doen. U hoopt dat ze volgende week wat anders zegt? ik geef geen waardeoordeel over wat zij nu vandaag gezegd heeft. Ik ga gewoon vanuit dat wij volgende week verstandig gesprek hebben over hoe de PVV aankijkt tegen de verkiezingsresultaten. Nog even een vraag over uw uitspraken in het verleden. Want u heeft in een radioprogramma bij L1 gezegd, de stemming, het radioprogramma, dat u de Eerste Kamer een nep-parlement vindt. Is dat nou zo of niet? Wanneer zou dat geweest zijn? 2015. Bij het L1 radioprogramma De Stemming, zou je dat gezegd hebben? Nou, weet ik niet. Weet daar niks meer van? Nee, ik herinner me daar niks van. 2015, ik kan me niet herinneren. Maar u heeft het wel gezegd? Bovendien lijkt het me nou niet zo'n relevante vraag op dit moment. Niet relevant? Nee, het is niet relevant. Ik heb gezegd, ik heb van de Tweede Kamervoorzitter een eervolle opdracht gekregen die ik nauwgezet zal gaan vervullen. Punt. Maar dan heeft u wel vertrouwen in de Eerste Kamer, want als u zoiets zegt, dan is dat toch best een gekke uitspraak, lijkt me. Ik ga er verder niet op in. Maar heeft u het dan gezegd? Ik heb alle vertrouwen in, ik heb alle vertrouwen in het Nederlandse parlement. En in het Nederlandse parlementair stelsel, punt. Dus u neemt uw woorden terug? Ik hou het bij mijn uitspraak die ik nu gezegd heb. Ja, ik heb nog een korte vraag namens het ANP. Gaat u ook de mogelijkheid van een minderheidskabinet onderzoeken? Ik heb al aangegeven dat ik vooral inventariseer wat de fractievoorzitters, de lijsttrekkers, wat die naar voren brengen. En ik ga niet vooruitlopen op
meerderheids-, minderheidskabinet, wat dan ook. Daar ga ik nu niet op vooruit lopen. Ik ga inventariseren wat die fractievoorzitters. Dus u laat alles nog open? Alles is open. Oké, dank u wel. Er zijn een aantal vragen op rij 2 onder andere Telegraaf. U zei net zelf al, ik besef dat dit niet een gemakkelijke klus gaat worden. Van u wordt verwacht dat u 5 december uw verslag inlevert. Denkt u dat dat haalbaar is? Ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Mocht het niet haalbaar zijn, dan ga ik dat tijdig met de Kamervoorzitter delen. En bent u ook beschikbaar voor de informatiefase? Nou, dan zijn we wel heel ver. Laten we eerst maar eens eventjes deze fase afronden. U gaf net al aan dat de fractievoorzitter tegen uw rol heeft gestemd, hè, niet wil dat u verkenner wordt. Gaat u volgende week wel het gesprek aan met diezelfde fractievoorzitter? Ik heb gezegd, wij nodigen alle fractievoorzitters uit, inclusief Denk. En ik ga ervan uit dat wij gewoon ook eenzelfde gesprek hebben, inventariserend gesprek met Denk als met alle andere fracties. En wat vindt u ervan dat die partij als enige heeft gezegd, niet Gom van Strien als verkenner? Daar vind ik helemaal niets van. Dat geloof ik niet, maar u kunt dat niet zeggen. Ik vind daar helemaal niets van. Ik weet niet van de omstandigheden. Ik ben niet bij dat overleg geweest. Dus het is weinig zinvol dat ik daarop reageer. Punt. Wanneer gaat u de uitnodigingen versturen? Ik heb vanmiddag een gesprek gehad met de ambtelijke ondersteuning. En ik heb al gezegd, ik ben dit weekend ga ik me inlezen. En de afspraken die worden, ik denk, inmiddels al gemaakt of voor volgende week. Of die worden zo snel mogelijk gemaakt. Dus is de uitnodiging naar Denk dan al de deur uit? Dat weet ik simpelweg niet. Ik denk het haast niet, want zover zijn we niet. Het is nog even passen en meten. Ik probeer de volgorde aan te houden van de fractie na de verkiezingen. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat daar eventueel nog wat agendaproblemen zijn. Ik weet echt niet wanneer die uitnodigingen precies gedaan zijn en wanneer dat precies gebeurt. Maar nogmaals, Denk krijgt dezelfde uitnodiging als alle andere fracties. Als er verder geen vragen meer zijn, dan is hiermee deze persconferentie afgelopen en wens ik iedereen een goed weekend. Dank u wel.